Het klimaat van zaken doen is helemaal gaan veranderen. Dit stelt Rafiq Ilahi, directeur technologische innovatie bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Hij sprak vandaag tijdens een training Loivers Postsysteem, dat verzorgd is aan bedrijven naar aanleiding van klachten uit de samenleving over onduidelijke bonnen. Ilahi zegt dat er nu andere regels gelden voor het opmaken van bonnen. Deze training heeft allemaal te maken met de veranderende wereld in Suriname. Het klimaat is gaan veranderen. We hebben het besluit genomen. Er is een wet dat een prijsaanduiding op een bepaalde manier moet. En dat een kassabon op een bepaalde manier moet. En dat betekent dus dat de way of doing business een klein beetje gaat veranderen. Ook bij u. U gaat nu een kassabon, als u ondernemer bent, een kassabon moeten geven aan iemand. Met daarop de omschrijving van het product dat u verkoopt. En nog een ander ding dat u zou moeten doen, weliswaar niet bij het ministerie, maar natuurlijk bij onze collega's van Financiën, is dat de BTW-aanduiding ook op een bon moet staan. De directeur geeft verder aan dat de nieuwe vereisten verplichte zaken zijn die bij wet zijn vastgesteld. Dit soort dingen kan je doen. Je kan het met de hand schrijven. En als u dat zou moeten doen, heeft u maar 10 klanten per dag, want die bonnen zijn best wel lang. Ik hoop dat jullie veel verkopen. Dus we willen niet met de hand geschreven bonnen meer hebben. En de oplossing daarvoor zijn point-of-sale systemen. En nu weten we dat point-of-sale systemen niks nieuws is. Bestaat al sinds ik weet. Volgens mij, voordat ik geboren werd, waren er al point-of-sale systemen. Maar feit vandaag is dat we hier bij elkaar zijn om een gratis point-of-sale systeem. Er zijn nog meer hoor. We maken geen reclame. We wijzen u wel een systeem dat al werkt. Er zijn andere. Als iemand u zegt er zijn geen andere, dan is het niet waar. Er zijn ook andere gratis point-of-sale systemen. Volgens Ilahi moeten de nieuwe systemen bijdragen aan de productiviteit en uiteindelijk economische groei bewerkstelligen.